Goedemorgen, hoi hoi. Hey Mary, goedemorgen. Nou, ik ben er onverwachts toch vandaag. Ja, ik dacht, het gaat eigenlijk behoorlijk goed. Dus ik ga gewoon een filmpje maken, gewoon over zomaar van alles en nog wat. Dus, dat is het idee van vandaag. ik hoop dat jullie ook dit leuk vinden. Ik wil eerst even deze kit laten zien. Even een beetje reclame maken. Hè. Jullie weten dat ook een verkoop voor mij nodig is. Ik kan het immers niet alleen om dit te blijven doen. Goed, de kit. Deze kit die heet Nature's Painting. En die is 5 november in de verkoop gekomen. En die kost 31 euro. Hey Inge, goedemorgen. Ja, het gaat echt goed op dit moment. Dus ja, ik ben eigenlijk heel verbijsterd dat in een week tijd dat je je weer zoveel beter kunt voelen. in de kit zit natuurlijk, ik heb hem al uitgepakt, hè, dus er zit een handleiding bij, waarbij je ziet hoe je het moet inkleuren, de plaatjes. Dus dat je hier alleen een randje maakt, dat je de plaatjes niet helemaal inkleurt. En daarna ga je er met die waterpainter, die dus ook in je pakket zit, ga je er overheen. En er zitten dus heel veel afbeeldingen in waar je vervolgens een leuke kaart van kan maken. En zo ziet je boekje er dan uit. En daar zitten echt heel veel mooie plaatjes in. Het is een beetje lastig om ze mooi te laten zien. Maar goed, in ieder geval voor elk wat wils, allemaal bloemen en plantjes. Ik geloof niet dat er iets anders. Nee, bloemen en plantjes. Kijk, en deze is erg leuk. De kerststerren. Dus leuk met kleurpotloden en een aquapainter. En hier wil ik al even iets over vertellen. Hi Eleni, goedemorgen. Normaal gesproken maak je iets, draai je dus die kant op om iets open te maken. Maar deze moet je andersom draaien. Dan kan je hem gewoon onder de kraan vullen. En dan moet je hem dus ook andersom weer dicht draaien. Als dat je gewoonlijk zou doen. Deze is nog niet gevuld, hè, maar zo werkt dat met alle aquapainters. Ik zal even kijken waar een beetje water in zit. Nou, dat valt tegen vandaag. Ja, oh, hier in deze zit een beetje water. En je draait ze dus andersom open dan je gewend bent. Dat is even de tip van Flip. En ook dichtdraaien gaat het dan andersom. Zo, nou, oké. Okay. Dat was wat ik eerst even wilde laten zien. En dan heb ik eigenlijk gedacht dat ik... ik had gisteren en eergisteren lekker een beetje hier achter mij zitten vreubelen. Ik heb wat kerstkaartjes gemaakt met de slee set. En ik had wat dingetjes over. En ik dacht, daar ga ik vandaag een kaart mee maken. Maar zonder de sleetjes. Want ik had gewoon wat gewone zaakjes over. Zoals een paar cirkels die ik had geponst. En deze takjes. En daar wilde ik een kaart van maken vandaag. Dus dat ga ik laten zien. Dat je ook van stukjes en dingetjes wat je over hebt, best iets leuks kunt fabrieken. Tenminste, daar hoop ik dan. Ik ga in ieder geval dit stukje designpapier gebruiken. Dit komt uit de Winter Meadows designpapier. Dat hadden we vorig jaar ook al in de catalogus staan. En dat is een jaartje meegegaan. En daar ben ik echt mega blij mee. Want ik vind het prachtig papier. Dus ja, dat. Nou, dan een stukje van deze erover om de kleur weer een beetje naar elkaar toe te trekken, dacht ik. Dus deze ga ik snijden op 14 centimeter. Dus dan heb je nog een stukje over. Nou ja, dan kan je nog weer voor een andere kaart gebruiken. Hey Hilly, goedemorgen. Ja, ik ben ook blij dat ik er weer ben. Ik had vorige week toch even, net voor de operatie, wel even benauwd. Want toen kwam er een anesthesist naar me toe.
En hij zal het vast goed bedoeld hebben. Maar ik werd er echt heel zenuwachtig van. Want hij zei tegen mij, ja, met uw longen en met uw overgewicht is narcose geen sinecure. En daar moet u niet te licht over denken. En ik denk, oh my goodness, als ik nog maar wakker word. Maar ja, dat is gelukt, gelukkig. En ik had, ja, buiten de normale klachten die je na een narcose hebt, had ik eigenlijk geen last. Een beetje af en toe duizelig en een beetje slap op de benen. Maar dat gaat ook elke dag een beetje beter, dus komt helemaal goed. Nou, dan had ik bedacht, ik ga die cirkels een beetje, ja, hier doen zo. Eigenlijk zie je dan niks meer van mijn strookje. Leuk bedacht dat strookje. Maar goed, je ziet er nog wel iets van. En dan had ik bedacht om die takjes zo te doen. Dat ze een beetje op die manier een soort slinger vormen. Maar ik wil eerst op die cirkels iets van een tekst. Oh, ik weet alweer waar ik dat strookje voor bedacht had. Dat krijg je, vergeetachtig, hoort ook bij nadelen van de narcose. Maar dat komt goed, want ik had nog een stukje over en ik denk dat dat groot genoeg is. Ik wil dus eerst eventjes op deze cirkels een tekst stempelen. En ik heb voor deze set gekozen, de liefde en lichtpuntjes. En ik ga voor geloof, hoop en liefde. Die vond ik heel mooi bij elkaar passen. Dus, die komen op deze kaart. Geloof. Even kijken waar die zit, die andere. Hoop. Die zitten mooi naast elkaar. En liefde. Stempelblokjes zijn dan ook wel handig, hè? Die heb ik hier gelukkig ook genoeg. Geloof. Hoop en liefde. Even kijken, dan ga ik deze stempelen in Lost Lagoon. Op wit. Geloof. En dan wil ik deze even kijken hoe dit uitvalt. Als ik die met dezelfde inkt stempel als de kaartkartonkleur. Wat denken jullie? Is dat duidelijk genoeg? Of moet ik het beter met heat embossing doen? Laat ik hem zo of doe ik hem met heat embossing? Ja, nou, weet je, het was heel lang geleden dat ik onder narcose was geweest. Dat is meer dan 30 jaar geleden. En daar kan ik me gewoon helemaal niks meer van herinneren. Maar inderdaad, dat wat jij schrijft, dat je je eenzaam en alleen voelt, dat herken ik wel. Al lopen er 20 mensen om je heen. Het was echt wel even pittig, dat net dat moment er vlak voor. Als je al op die verkoever bent, waar vandaan je dan naar de operatie gaat. Nee, dat was niet helemaal leuk. Het kan. Oké. Ik wacht even nog op meer reacties. Zal ik hem zo laten of moet hij er iets meer uitspringen met heat embossing? En dan met wit bijvoorbeeld. Ja. Ja. Zo laten, zegt Eleni. Oké, nou. Dan gaan we ervoor.
Ja, als jullie allemaal precies iets anders gaan zeggen. Ah, dan moet ik nog zelf kiezen. Weet je wat ik doe? Ik ga nog eventjes het erbij pakken. Momentje. Mijn pakketjes. Even kijken, dan moet ik dit hebben. En dan doe ik de achterkant en dan kunnen we daarna alsnog kiezen. Wat is dat voor iets? Dan even kijken, dan moet ik even deze schoonmaken. Die kan weer terug. Dan hebben we Versamark inkt. Nou, eigenlijk is het kussentje. Ik vergeet dat zo vaak, hè, het kussentje. Maar eigenlijk even is het kussentje om een heel klein beetje daar overheen te gaan, dat je geen vette vingers op je werk krijgt. Want daar blijft ook de heat embossing poeder aanplakken. En dat willen we niet. Dan de Versamark. Dus dat is de transparante inkt. Die kan daar. Dan het witte poeder. Een beetje erop en een beetje eraf. Niet blazen in je bakje, want dan zit het poeder overal. Vraag me niet hoe ik dat weet. Zo. Voilà. Dan dit weer terug in het doosje. Ja, ik heb toch nog in mijn voorraad een oud bakje van de heat embossing poeder gevonden in het wit. Dus ik hoefde nog geen nieuwe voorraad te kopen. Want ja, ik maak gewoon eerst op wat ik heb. We hebben tegenwoordig natuurlijk van een ander merk heat embossing poeders. Maar goed, ja, het werkt nog steeds hoor. Dus gaan we lekker mee door. Even kijken of ik er een beetje bij kan. In de snoeren wirwar langs mij heen. Ook dat lukt. Nou, dan gaan we met de hier toe. En dan moet je altijd eventjes wachten, hè, want het duurt even voor die goed warm is. Ga je er een beetje overheen. En nu zie je hem. Zie je, hier is die al gedaan. En hier is het nog dof. Ik weet niet of je dat goed kan zien. Maar het moet dus helemaal glimmend worden. En denk erom, dit is heet. Dus je moet oppassen met je vingertjes. Dus zo ziet het eruit als het goed is. Zo. Nou. Geloof, hoop, liefde. Dan kunnen daar straks die takjes zo nog rondomheen. Nou, dat wordt toch best leuk, of niet? Vinden jullie het wat? Gewoon van een paar restjes. En dan ga ik hierop. Ga ik nog. Ja, daar had ik een tekst ook nog voor bedacht. Dan moet ik even kijken of die nog past. Op mijn stukje. Ja, dat past ook nog. Want ja, ik had heel ijverig natuurlijk zo'n stukje erachter, maar dat was helemaal niet mijn opzet geweest. Dat had ik niet van tevoren zo bedacht. Even kijken. Maakt het onmogelijke mogelijk. Ja, hè? Ik denk ook dat het met heat embossing toch beter is. En dan heb je dat wit ook weer terug van de cirkels. Ik moet even kijken hoe die hoort. Zo. Dat doe ik ook met. Dat doe ik wel met Pretty Peacock. Ik denk dat dat wel goed hierop past. En dan gewoon een klein strookje daarvan. Zo. Ik kan dit weer even aan de kant.
Dan heb ik eventjes mijn snijapparaatje weer nodig. En dan maken we er even een smal strookje van. En nog steeds een stukje over. Kijk. Nou, dit is wel echt een heel klein friemeltje. Dat mag weg, hè? Of bewaar je dat ook nog? Ook nog een heel klein friemeltje af. Om het een beetje gelijk te maken. En dan wou ik dat hier. Wat denken jullie ervan? Is het wat? Ik heb zo nog een stukje, een kaart hoor, om met de restjes te maken. Die had ik ook al bedacht. Oh, ik dacht dat ik het er nog los op had zitten. Ja, je ziet, ik ben nog niet helemaal strak. Hè? Ik vond het wel leuk ook met die takjes zo. Ja. Even kijken, dan gaan we ze stuk voor stuk opplakken. Ik doe hem nog niet helemaal vast, want dan kan ik nog een beetje schuiven zo. Kijk, ik denk dat hij een klein beetje die kant op moet. Ja. Zo. Nou, niet helemaal perfect. Maar we doen het ervoor. Dan gaan we met deze takjes aan de slag. Ik doe even mijn bril af. Want dan kan ik dat fijne werk beter zien. Nou, dan is het ook handig als er wel wat uitkomt natuurlijk. Ja, daar hebben we wat. Ik wil hier en daar een paar dotjes van de lijm zetten. Dankjewel, Miri. Goed. Allemaal kleine puntjes. Dat doe ik gelijk even bij alle drie, want dat kan ook al een klein beetje drogen, zodat je dadelijk niet een hele blub eronder uit krijgt. Dat gebeurt natuurlijk nog wel eens met dat fijne werk. Ik was namelijk vergeten om er even adhesive sheet achter te doen. Voor ik ging stansen. Dus ja, dan moet je het anders doen, hè. Maar dat adhesive sheet is toch echt wel prettiger. Dat doe je eerst achter op je karton. Dan stans je gewoon uit aan de goede kant. En dan heb je dus aan de achterkant een plaklaag. Het is een soort dubbelzijdig vel. Lijmvel, zeg maar. Ja, een lijmvel. Zo moet je het eigenlijk noemen. In het Nederlands. Leuk, hè, al die stipjes. Doet me een beetje denken aan Tante Til met een kloddertje roze hier en een kloddertje roze daar. Alleen dan in mijn geval een kloddertje lijm hier, een kloddertje lijm daar. Even kijken nou. Oh, dan moet je wel doen wat ik wil natuurlijk, hè. Zo. Daar is één. En dan hebben we een klein overlapje. Zo. Nou, kijk eens of dat uitkomt. En deze. En hier heb ik een klein beetje overlap, dat knip ik zo weg.
Want dat steekt natuurlijk net buiten de kaart. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Zo. Voilà. Even het goed aanduwen. Nou, ik vind het wel een heel grappige uitkomst, eerlijk gezegd. Al zeg ik het zelf. En dan hebben we nog een beetje van die kussentjes nodig. Ik denk dat deze net te groot zijn voor erop. Dus ik ga ze halveren. Dankjewel, Mary. Even kijken. Zo. Een paar halfjes. Lekker priegelig. Zo, jullie weten, ik ben er niet te zuinig mee, want anders gaat het indeuken in de post. Dat vind ik niet mooi. Waarom knip je geen strookje van de buitenkant? Waarom? Ik snap niet helemaal wat je bedoelt, Mary. Kan aan mij liggen, hoor. Het zal aan mij liggen. Ik zit echt te praktiseren. Dat, je ziet, hè? Die radertjes, hè? Hier. Ongeveer gelijk. Zo. Nou. Daar is die hoor. De eerste restjeskaart. Goed. Ik zal hem hier neerleggen. Want ik had nog een restjeskaart bedacht. De rand van het velletje. Jullie bedoelen van die adhesive sheet, dat je hem alsnog doet of zo? Het valt niet mee vandaag hoor, echt niet. Van de dimensionals. Oh ja, dat had... Oh, zo hallo. Je ziet de kwartjes vallen ook niet zo snel, hè? Ja, dat had ook gekund. Inderdaad. Maar ik wou het mezelf niet te moeilijk maken vandaag. Maar je hebt gelijk, dit kan ook heel prima. Dan krijg je gelijk langere stukjes. Had ik inderdaad ook kunnen doen. Op deze manier. Dankjewel, Mary. Het valt echt niet mee hoor, soms. Goed, ik had nog zo'n mooi stukje designpapier over. En ik vind dit echt zo prachtig. Dus ik dacht, nou, daar gaan we gewoon nog een keertje mee aan de slag. En ik had dit bedacht. Oh, in de lengte kan ook nog, ja. Wat een tips vandaag. Ik had dit bedacht. En ik had nog zo'n cirkel over. En die wou ik een beetje hier doen. En dan had ik dit etiketje over. Dat komt uit de stansen van de liefde en lichtpuntjes. Even kijken of ik daarbij kan. Ik zal hem wel weer niet goed hebben weggezet. Natuurlijk zie ik hem niet zo gauw. Wacht even. Hij zat een bakje verder. Deze stansjes horen er bij die stempelset. En dan had ik dit stansje gebruikt. En dan heb je de binnenkant stansje uit. En dan ook dit randje in één keer. En ja, ik vond dat randje zo cute. Dus... ik dacht, die moet ik toch gebruiken. Dan had ik nog een zilveren en een smoky sleet. En die wou ik op elkaar doen een beetje. Een beetje diepte krijgt. En dan... wat denken jullie? Is dat nog een beetje een leuke layout? En dan had ik daarvoor bedacht de tekst. Even kijken... die ik in dat labeltje wil ik
trots op jou. Dat zou net moeten passen als het goed is. En dan even kijken. Ik wilde eigenlijk nog gefeliciteerd hier. Maar die zit hier niet in. Dat ga ik nog even zoeken. Want die moet ik hebben. Alleen, de vraag is altijd waar. Momentje, ik ga weer even kijken. Ik ben wel veel afwezig vandaag, hè? even zoeken. Ik moet ergens een leuke gefeliciteerd in het Nederlands hebben. Even kijken. Oh ja, deze zou kunnen. Maar ik dacht dat ik nog een andere mooie had. Deze bijvoorbeeld. Zoek en gij zult vinden, zeggen ze. Hè? Daar zat hij niet bij. Daar ook niet. Ik moet eigenlijk eens gewoon mijn Nederlandstalige stempelset apart zetten. Kijk, deze bedoelde ik. Ik denk dat die leuk is voor hier. Gefeliciteerd en trots op jou erbij. Zo had ik het bedacht. Nou. Kijk. Leuk. Of niet leuk. Dat mag ook, hè? Kijk, ik kan het allemaal wel bedenken. Maar soms ziet een ander net iets anders dan dat ik zie. Ja? Zal ik ermee verder gaan? Ik zit te kijken naar nog iets wat ik er nog bij kan doen. Ik denk dat ik er straks ook nog wat glimmertjes bij doe. Zijn jullie er nog? Dus dan heb ik al die takjes toch weer gebruikt. Het takje te hard, het glimt te veel. Ja, maar nou heb ik geen takjes meer. Denk je dat ik hem alleen moet doen dan, zo? Ik vond dat zilver eigenlijk wel leuk erbij. Omdat ik wil hem maken voor mijn teammaatje Kobi. Die in de lijf stond met de erkenningen. Voor teamopbouw. Dus ik vond dat zilver eigenlijk in dit geval heel toepasselijk. Nou valt hier ook het licht heel erg op, hè, nu. Van boven mij. Maar dat kan ik niet uitzetten, want dan zie je niks meer. Doe het takjes onder de grijze. Het zo doen. Andersom, wacht even. Zo, is dat beter? Ja, Inga reageert natuurlijk nog op zonder zilver. Dus ik wacht nog weer even. Probeer hem een beetje fatsoenlijk neer te leggen. Valt niet mee hoor. Het blijft nooit leggen op zijn plek, hè? Hebben jullie daar ook last van? Ik doe altijd eerst zo tot ik een beetje tevreden ben. Voor ik echt ga plakken. Beter zo, oké. Inge, vind jij het ook beter zo? Toch een beetje het zilver erbij? Maar dan minder hard. Doordat ik die lichten eroverheen. Oké, jullie vinden het ook mooi. Nou, dan ga ik gewoon hem vastplakken en stempelen. Dat ga ik doen. Dan doen we hem zo. Oké. Zo, even. Deze kan dus in ieder geval alvast erop. Alhoewel, ik had nog gedacht... Wacht even. Ik had nog een ideetje. Ja, maar dan zit je weer met goud en zilver door elkaar. Ja, zie je inderdaad. Nou, ben blij dat jij hem ook leuk vindt. Ik leg het weer even neer. Wacht even, want ik had nog iets. Een klein ideetje. Wat ik wil laten zien. En dat moet ik wel eerst laten zien. Want anders kan het niet meer als ik al heb geplakt. Ik had ook nog een stukje van dat lint over. Van dat Pretty Peacock lint.
Ja, nou zit daar wel goud in natuurlijk, maar ik dacht, misschien is dat nog leuk zo, als een vaantje hier op het lichtere stuk te doen. Even kijken, als ik het zo doe, dan kunnen jullie het misschien beter zien. Wat vinden jullie daarvan? Lintje wel of lintje niet? Lintje wel of lintje niet? Ja, er zit altijd een beetje vertraging op de lijn, hè? Eleni vindt het leuk. Meri zegt ook wel. Oké. Hilly zegt lintje niet. Ik wacht nog even. Nog heel even of iemand nog een reactie wil geven. Lintje wel of lintje niet? Ik ben benieuwd. Ik twijfel er zelf een beetje aan. Ik vind het op zich wel leuk, maar hier heb je natuurlijk zilver en hier zit goud in. Lintje niet, lintje wel. Ik denk zelf ook dat ik hem toch zonder lintje leuker vind. Oh, zo kan ik een hele dag zitten tutten over iets wel of niet. Dan loop ik even weg en dan kom ik weer terug en dan kijk ik of ik het nog steeds leuk vind. Nou, een hele dag is misschien overdreven. Op een gegeven moment hak ik de knoop echt wel door, hoor. Ik denk dat ik hem weglaat. En dan doe ik hier wat glimmertjes. Ja, oké. Poging nummer 2 om de boel compleet te maken. Ik ben al een half uur aan het filmen, jongens. Dan zijn jullie helemaal niet gewend van mij dat ik zo lang film. Ik hoop dat jullie het nog steeds wel leuk vinden. Maar goed, ik maak even deze kaart nog af. Zo. Nou, dan wil ik gefeliciteerd stempelen natuurlijk. En die stempel ik in Lost Lagoon. Is net een tintje donkerder op het pool party karton. Even kijken. Zo ongeveer de cirkel. Dan wil ik dat er ongeveer zo tussenin hebben. Dat het ongeveer de gelijke afstand van hier naar daar is. Op het oog, hè? Nou, ik ben blij dat je het leuk vindt. Jullie gezellig. Ik vind het ook gezellig. Ik vind het ook leuk dat jullie reageren. Echt superleuk. Trots op jou gaan we ook nog stempelen. En die stempel ik dan. Een tintje donkerder. Want dit is Lost Lagoon. En dan neem ik Pretty Peacock. Die moet natuurlijk ongeveer in het midden komen. Zo. En dan kan ik die er omheen plakken. Kijk. Ja. Gaan we gelijk even doen. Even mijn bril weer af, want dat is weer fijn werken. En eventjes op die. Gelijk ook weer te veel. Nou, een kleine dotje zou ik. Ja, dat is beter. Wat kleine lijndotjes. Eventjes gelijk het weer van mijn hand afvegen, want anders zit straks alles onder de lijm. Zo, dan heeft de lijm gelijk een klein beetje kunnen drogen.
Zo. Plakken we de strook op. Zo. Zo een beetje naar rechts. Yep. Anders zie je net zo'n wit strookje van dat is een papier. Dat vind ik natuurlijk niet leuk, hè? Dan deze erop. En ik doe hem niet met dimensionals, omdat ik die takjes er ook op wil doen. Zo. Nou. Dan hebben we deze. Ik zit even te kijken, want ik dacht dat ik hier wel het adhesive sheet achter had. Dus even checken. Ja. Achter deze heb ik het wel. Even kijken, want daar zat volgens mij nog een stukje. Nee, nou deze was niet helemaal inderdaad, maar wel een stuk. Ik denk dat dat genoeg is. Ik wil hem ietsje lager. Deze ietsje lager, zo. En dan deze nog even. Daar zit geen adhesive sheet achter, dus... Daar gaan we weer even met de dotjes aan de slag. Weet je wat ik nou heel vaak doe? Jullie kunnen het waarschijnlijk op de film niet zien, maar mijn tong buiten wordt als ik zoiets zit te doen. Als ik heel geconcentreerd bezig ben. Dus dan moet ik echt even opletten natuurlijk dat ik dat niet doe, want dat is natuurlijk een rare zicht. Doen jullie ook zulke soort dingen? Als je met dit zoiets bezig bent, met iets wat... Dan ben ik wel benieuwd naar. En weet je wat ik ook altijd doe? In mezelf kletsen. Als ik aan de hobby ben. Een kennis van mij zegt dan dat ik graag advies van een expert wil. Daar moet ik altijd zo om lachen. Zo, nou, dan zetten we deze weer op. En dan mag deze er dus net ietsje hoger overheen. Kijk eens. Even hem goed vastplakken. Dan zoek ik nog glimmertjes. Eens even kijken wat hier leuk bij is. Dat is weer goud, dus dat doen we niet. Nee. Pareltjes. Oh, dit is misschien ook leuk. Ik kan ook nog hier in het midden van die takjes zo'n drie dingetje doen. Van die hulsbesjes. Nou, dat hebben we. Ja... Dingen genoeg, maar dat is weer te goudkleurig. En natuurlijk nog gewoon gewone glimmertjes. Dus, nou moet ik weer kiezen. Oh, oh, oh. Glimmertjes. Nee, hoe heet het? Die pareltjes. En die doe ik dan een beetje verspreid over de kaart. Dan is het heel... subtiel en bescheiden. Of ik doe zo'n drie dingetje. Even kijken. Hier in het midden van de takjes. Of ik ga voor deze glimmertjes. En dan ook weer een beetje hier verspreid. Welke
zou jij kiezen? Kan ze ook nog kleuren? Deze dan? Dat kan ik natuurlijk met deze ook doen. En dat ik die in die kleur maak. De laatste. Eleni vindt deze. Ook de laatste. Nou, kijk, dan gaan we voor die. En dan verspreid ik die. Moet ik hem nog kleuren of niet? Gewoon zo laten, zilver. Zilver. Ja. En dan verspreid hier 1, 2, 3. Niet kleuren, oké. Okay. Nou. Even kijken. Daar. Daar. Oh, zo laten ze. Ja, oh ja, je bedoelt zo. Ja. Nou, daar zitten ze. Het haalt het wel weer een beetje op, hè, die glimmetjes. Ik vind, ja, ik hou van glimmetjes. Ik hou van bling. Nou, dan hadden we dus vandaag zomaar een keer 2 kaarten. Die ik had gemaakt van restjes die ik nog op mijn tafel had liggen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik weet nog niet wat ik volgende week ga doen. Volgende week moet ik even kijken, want dan is het de 14e zeker. Daar ga ik nog even over praktiseren. Of ik nog toch weer een keertje met iets zomaar iets doe. Of dat ik... een keuze gaan geven. Maar dat komt dan van de week. Wordt dat duidelijk. Maar voor nu vond ik het leuk dat ik weer eventjes kon filmen. Het is wel een lang filmpje geworden. Maar ik vind het leuk dat jullie al die tijd erbij gebleven zijn. Hartstikke gezellig. En ik zou zeggen tot de volgende keer. Dankjewel voor het kijken. Doei doei!